Welkom bij SD Scooters. Abonneer op SD Scooters en geniet nog van deze video. Bye. Zo, zijn we weer. Ja. We zijn in Genk. Ja. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Dus je ziet, we staan in Genk zonder Kevin. Kevin had een beetje druk. Kevin zal vast nog wel ergens door deze video gaan praten over BNK. Niet Rembas, want dat is al geweest. Dus niet over Rembas, wel misschien over BNK. Maar zoals je ziet, we zijn in Genk. We gaan dit park een beetje bestuderen. We gaan hier wat clips maken. Sander gaat mij filmen, ik ga Sander filmen. Sander gaat bangers gooien. Ik niet, ik heb rust daar. Ja, Sander video maken. Ja, zondag. Ja, welkom te zondag. Ah, dank u schön. Alsjeblieft. Dus, hier is Willem. Hallo. En zoals jullie zien, het park is vrijwel leeg op hun naam, maar ja, dat maakt ons niet uit. Het park is leeg. Sander, dan sta ik eigenlijk zo. Kevin gaat dat sowieso weer gebruiken in die video. Waarschijnlijk. Ik moet minder van die dingen gaan doen. Die gaat gebeuren of nog, hè? Wat is dat nou? Ja, ik weet niet, even de feel krijgen, weet ik veel. Dus normaal. Kijk, hoeveel tries heb jij juist gedaan? Spring iets hoger. Oh. Ja, zo hoog zo. Zoiets. Ik schok in mijn enkel. In mijn enkel. In mijn enkel? In mijn pols. Ik ga het zelfs nog even proberen. Gaan we nu mij filmen nog? Ja, is goed. Dat was mooi. First try. Lekker man. Dus. Maar kijk, mijn hand is kapot. Niemand boeit. Oké, dus we gaan alle obstakels van het skatepark gebruiken hier. Sander en ik in ieder geval. Alles wat Sander kan, doet Sander. Alles wat ik kan, doe ik. Alles. Maar in ieder geval dus, we gaan alles doen. Oké, maar waar gaan we beginnen? Waar jij begint. Die marble ledge doen daar. Ja, hang echt tegen veel schoenen in die boom. Ik heb veel schoenen. Heel veel schoenen. Heel veel schoenen. Oh, doe je nou? Oké, dat hebben we niet gezien. Hij gaat een first try doen. Yo. Oké, dus Willem gaat die rainbow rail doen. Oh, komt hij al. Oké, eerst gewoon. En nu gaan we ze proberen te dragen. Dan gaan we opnieuw doen. Zeker. Oké, die hebben we ook gehad. Manipad. Dat is echt niet normaal. Het is helemaal droog. Frontfeeble en dan wanneer hij uit en dan een half cap whip. Hij probeert dat. Dat is een nieuw lurrentje dan. Sander gaat het proberen. Ik was mezelf niet zo goed uit filmen volgens mij. Oké, Sander gaat hem nu doen. Ja, kom maar. Oh, of geen weg. Lekker man. Dat kan cleaner. Maar... Ja, ik weet niet, dat voelde niet clean aan. Zo. Was dat clean of was dat skeezy? Sketchy of skeezy? Skeezy. Wat gebeurde daar nu? Yes. Ja, dude, die was mooi. Oh, kerel. Ik was niet aan het opletten, maar nice. Stond erop? Ja, dat wel. Ja? Ja. Ja. Ah, dat was prima, joh. Dat was mooi. Oké. Ik moet ook even s'avonds met mijn flair filmen. Ah, ja. Dat wil ik gewoon gelijk doen. Ja, kan ik ook mijn braaiflip doen. Rip Ilias gang gang. Ja, Kevin, maak er maar iets van. We zien het wel. Ik ben benieuwd. Heb je wel fucking lachen, joh. Dan heb je wel vlijgerland. Oké, ik ga mijn braaiflip doen. Ah, oh. Auw. Waarom ging dat zo hard? Ik weet niet. Je knie ging keihard tegen die grond, man. Ja, en dit. Het begint nou weer te bloeien. Oké, opnieuw. Echt, we zitten wel echt in de... Oh, kerel. Ja, oké. Je hangt wel vol, denk ik. Wat een ellende. Willem gaat gewoon door, jongens. Kijk. Oh, nee. Dat was mooi. Ik kan niet zeggen dat ik niet geland heb. Ik sta er nog op. Ben je toen knul? Waksen met Rastawax. Rastawax! En waarom is die waksen chill? Er zit zo'n mooie groef en zo. Voor ronde rails, voor hoekige rails of ledjes. Of je dek. En waar heb je die gehaald? Waar kunt je die krijgen? Spraydesign. Oh nee. Nee, dat is niet waar. Het is SD scooters. Bij SD scooters, code Steezy. Wat is het nou Steezy 10? Ik denk Steezy 10. Ja, Steezy 10 en dan heb je nog 10% korting op jouw Rastawax. Maar omdat wij altijd de Rastawax gebruiken, maken we er Steezy 15 van. Dan krijg je 15% korting op jouw Rastawax. Dat vind ik wel een goede. Dat is een goede, ja, man. Nou, ik heb hem gaan te zien. Ik denk van ja. Als jij wax nodig hebt, Steezy 15. Op Rastawax. Ja, alleen op Rastawax. Ik ga even de Rastawax wegleggen. Man. Ja, kerel, ik kon niet aan mijn Rastawax gestolen hoor. Tuurlijk, Stenis, Steezy 15. Dus jongens, op 27 en 28 mei organiseren SD, TSL Brand, Werkloting Leren, BN Scoot, BNK, Stuntsteppen in Rotterdam, Skateland natuurlijk. Zorg dat je erbij bent. Het is voor alle leeftijden, alle categorieën.
rookies min 13, amateur plus 13 en pro. Daarnaast zijn girls ook zeker weten welkom. Hebben hun ook een aparte categorie. Schrijf je in op www.venuscooter.com en hopelijk zie ik jullie daar. Wow, wacht, ik zat gewoon vast. Oh, lekker. Hoho, mooi man. Dat is best wel eng nog. Ja, dat snap ik. Ja, Kevin, sorry als het te donker is. Ik probeer het de hele tijd te adjusten, man. Het is echt... Oh, dik. Want daar is de maan al. Oh nee. Mooi shot van de maan. Oh, ging snel. Godverdomme. Oh! Mat! What the fuck? Zo van? Ja? Je gleed hieruit, Annie. Ja, ik is deze skidmark niet van nu hier? Ja. Mijn handvat is echt gegeten. Oh nee, oh dat is echt poep, joh. Nee. Oh nee. Maar ik kwam gewoon door, maar ik ging gewoon te ver naar achter. Ja. Kijk, het galmt hier, hè? Ja, nou ook hier. Hè? Ja, man. Hallo! Hallo, welkom. Kerel. Doe maar, begin maar. Ik zat die dingen zo niet in. Ja. Ja, dit was de video. Hoop jullie het leuk vonden. Ik vond het wel leuk. Ja, dat was wel lachen. Ik heb een flair gedaan. Ja, hij heeft gewoon flair gedaan. We doen de auto opnieuw. Oké, jongens, deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Sander heeft flair gedaan. Ik heb eigenlijk wel alles van skatepark gebruikt bijna. Ja, dat was het zo'n beetje. Hoop jullie het leuk vonden. Ja, Kevin was er helaas niet bij. Gewoon een Chris er wel bij. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot de volgende video. Like, abonneren en zo. Oh ja. Oh ja, dat doen we niet meer in de auto, dat is gewoon standaard. Wij hoeven niemand te zeggen in de video, doe even like, abonneren, dat moet je gewoon doen. Kijk, je kijkt al zo lang naar standaard procedure. Ja, dat doe je gewoon uit je eigen. Bijna nieuw in deze video, like even hier beneden, laat even een berichtje achter. Zet een belletje aan en wie weet kom je op skatepark krijgen met een keer een t-shirt. Hier was niemand, dus we hebben niks kunnen geven, helaas. Nou, doei!